Bij het verzorgen van vogels moet je letten op een paar dingen. En dat is voer, water, het schoonmaken en het hanteren. We gaan het nu hebben over twee dingen. En dat zijn welke vogelzaden er zijn en hoe je de vogels moet hanteren. Dit is tropenzaad en dat geef je aan zeeborvinken, Japanse meeuwtjes en astrilden. Dit is tortelduifzaad en dat geef je aan tortelduiken. Dit is vogelvlek en dat kan je aan vogels geven zodat de zaadjes beter kunnen verteren in zijn maag. Dit is agraponus en parkietenzaad en dat geef je dus aan agraponussen en aan kleine parkieten. Dit is kanariezaad en dat geef je aan kanaren. Dit is grove parkietenzaad, dit geef je aan grote parkieten. En dan denk je aan rosella's en varkens. En dit is eikrachtvoer en dat geef je vogels tijdens de kweek. Nou, ik ga even laten zien hoe je vogels moet hanteren. En dan gaan mijn collega's gaan nadoen hoe je ze moet hanteren. Nou, dan heb je hem. En het is belangrijk dat je het kopje tussen je duim en je wijsvinger houdt. En dan het rest van het lichaampje zo in je vuist.